Een hele goeie morgen vanuit Hayas. Ik wou weer wandel zeggen. Nee, geen wandel meer. Sumio Park Hayas. We zijn hier lekker weekendje weg en het is inmiddels 9:30 en wij zijn al volop de dag begonnen. Kijk, ik heb een camera meegenomen. Mijn tweede camera. En ik ga proberen wat mooie foto's te krijgen vandaag. En ik sta nu nog een beetje half binnen, half buiten, want het regent. Maar ja, daar kunnen we helaas niks aan doen. Maar er zijn aardig wat vogels. Dus we hebben gisteren natuurlijk, we hebben jullie kunnen zien, dat ding opgehangen, dat net. En de pindakaas op dat tafeltje gesmeerd daar. Ik moet zeggen, ze komen er aardig op af. Misschien dat ik zo even nieuwe pindakaas erop smeer, want ik zie dat het bijna weg is. Maar er zal ook wat weggeregend zijn. Dus ja. Dus dat ben ik aan het doen en dan doe ik ze daar lekker aan het beduren. Die doet ook gewoon lekker de dingetje. Wanneer je iets ziet. Er loopt een eekhoorntje hier. Ik zag hem net daar op het hoekje. Ga je hem zien? Nee. Ik heb een beetje verstopt. Verstopt en stil. Dit ben je helemaal te melden. Tussen al die blaadjes is dat heel moeilijk te vinden. Kijk, ik zie hem nu, dus dan zie je hem niet meer. Eekhoorntjes spotten. Er lopen hier best meer eekhoorns dan dat we denken. Wat een weertje, mensen. We hebben gewoon zon. Lekker. Kijk of er al een vogeltje op de plankje zit. Nu. Kijk. Daar komen ze hoor. Zo, nou, ik verlaat het huisje nummer 17 even voor een klein wandelingetje. Ik ga heel even wat meer moeite doen voor de foto's. Ik heb nog steeds geen roodbosje op beeld. En die wil ik toch wel echt een keertje op beeld. Nou, dat is pas de eerste dag dat we hiermee bezig zijn. Dus ik heb nog alle tijd. Oh, dit loopt dood. Goed. Ik dacht dat dit niet doodliep. Maar wat een weer. We hebben gemazzel hoor. Het is heel af en toe droog en dan is het ook echt wel lekker weer. Dus dat is fijn. Even kijken hoor, dan moet ik een beetje om me heen gaan kijken. Met of ik er eentje zie. Ik zag er net al meteen een. Ik was nog geen twee stappen buiten en ik zag er al een. Maar ze zijn gewoon heel moeilijk op beeld te krijgen. Ze zijn heel schrikkerig. Echt heel schrikkerig. Dus zodra je denkt dat je hem op beeld krijgt, zijn ze weg. Kijk, en nu rijden er zo hier en daar ook af en toe auto's. Dus dat is best wel vervelend. Want dan springen de vogels natuurlijk ook gewoon weg. Dat is veel te veel geluid. Maar goed, voor de liefhebbers die willen weten wat voor lens ik heb. Ik heb de Sigma lens.
En volgens mij staat het erop 600 mm qua inzoomen. Dus mocht je benieuwd zijn, dat is de lens die ik heb. En dan de camera zelf is gewoon een Canon camera. De EOS 2000. Hij stelde niet helemaal scherp, maar 2000. De oost- of de Westhaven. Ga je even naar de zee? Nee. Ik moet ergens doorheen. Oh, ik moet de tegen. Oh. Oh ja, hij ziet hem heel goed op die camera. Ja, hij is verstopt achter die tak. In het echt zie ik hem niet op die camera wel. Scherpstellen is heel moeilijk. Maar goed, 4:15. Kwart voor vier inmiddels. We zijn inmiddels naar het centrum in Putten geweest. Het was super leuk vanmiddag. We hadden ook goed weer. En daar heb ik een nieuw spelletje gekocht. Jatten. Gaan we eens even kijken of we dat kunnen. Ja. Ja, we gaan eens even kijken of dat kan. Even kijken of we een plek is aan. Jij weet hoe. Oh. Ja, nee. Nee. Ja, 2,6. Oh, je had dat. Hoe meer heb toch dat gehad? Ja, let er niet op. Het is tijd voor pannenkoeken. Nou, ik ben benieuwd. Vooral benieuwd hoe ze smaken. Ja. Jij bent gewend om op gas te koken, toch? Ja. Nee. Ik heb ook elektrisch. Oh, waarom? Ja, waarom? Omdat we 2023 leven. Ja, maar waar is het? Je bent toch veel eerder daar gaan branden? Waarom hebben ze hier dan wel? Ik heb geen flauw idee. Echt geen flauw idee. We moeten natuurlijk ook deze hebben. Nou. En die kan wat. En deze kan eruit. Dat zijn. Zijn ze al heet? Dat is volgens mij wel goed heet hoor. Ja, maar wat? Sneller dan op Elektra. Elektra. Met ons. Oh, daar de gaan ze. Waarom staan we beslag kom aan deze kant? Ja, ik help wel een beetje. Ja. Ik weet nou alleen niet of ik hem ook lager moet zetten. Ja. Hoppakee. Daar gaan ze. Nou, dan zijn we hier water aan het koken voor in een pannetje om de pannenkoeken warm te houden. Ja, ik denk dat iedereen die tip wel weet. En nou is de kunst, de eerste pannenkoek. Ja, ja gaat later dat goed komen? Dus als het hoog staat, dan ligt het niet aan mij. Gaat dat goed komen? Ja, ja. Kijk eens. Hoppakee. Hoppakee. Oh ja, we hebben net het spelletje Jatten gespeeld. Hij is echt leuk. Hij is echt leuk. Oh, ja, superleuk. Is
Echt een heel simpel spelletje voor even kort. Tweet, tweet, tweet. Weet je wat ik daar mis in dit huisje? Nee. Een klok. Nee, zij zegt niet nou, deze. Ik bedoel, niet deze klok, maar de vogeltjesklok. Oh. Dit is gewoon een saaie, simpele klok. Maar heel vaak hebben ze in die landelhuisjes. De tweede balk, hoe gaat die al? Gaat die? De tweede balk. Ah. Ja, geflipt. En hij ziet er heel goed uit. Nou, dan stoppen. Oh, wacht even. Zal ik even een pannetje vullen? Ja, ik wil jij even een pannetje. Oh, nou zo. Wat? Ja. Oh, moet ik hem maar bijhouden? Nee, dat gaat helemaal goed. Dat komt helemaal goed, hè? Dan ben ik bang dat het wel te weinig. Dat is een beetje. Gaat echt lekker. We hebben heerlijke pannenkoek gegeten. En nu gaan wij naar het hoofdgebouw toe wandelen. Dat is 5 minuten, nog niet eens. En dan. Gaan we daar lekker een dessert eten als het lukt, als er plek is. En ook daar gaan we gezellig alweer een spelletje spelen. Ik heb de vlog. Ja, ja. Waarom 2?